Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik krijg vandaag een heel druk dag. Dus ja, zo dan nu. Ik ga nou naar mijn werk toe. Jongens, ik sluit hier helaas bij de vlog af. Ik heb vandaag een klote dag gehad. Echt, totaal niet lekker in vel. Ik ben maar naar een vriendin toe gegaan vanmiddag. Ik heb er ook niet echt met haar over kunnen praten. Dat natuurlijk allemaal om die woning draait nu. Dat is misschien ook wel, ja. Het is nou gewoon, ja, definitief. Ik woon, tot het eind van het jaar woon ik hier nog. En dan heb ik een nieuwe woning. Dan heb ik waar ik nu woon, heb ik 3 jaar gewoond al. Tot nu toe is dat best lang voor mij. 3 jaar plek wel. Maar ik ga nou, ga ik komen, dus dan is dat anders. En dan ga je in een mooie buurt ga je wonen. Goed huis. Dus ja. We zien wat 6 jaar tuinbeurs kan doen. 6 jaar gewoon domweg hard werk. Is dat uiteindelijk toch waargemaakt? Ik wist dat dat een manier was. Gewoon knap op nul. Alle regels vergeten van de ABO-wet en de voorgaan. En het is gelukt. Ik word nog denk ik heel goed in de gaten houden vanaf nu. Van de ABO-wet. Jongens. Sorry. Hè? Jullie hebben je geld ook vast niet eerlijk verdiend. Ja. Bij deze. Daar bedoel ik niet mee dat je het andere zuur mee moet maken hoor, maar Nederland is zo regelgebonden. Het is soms te, vind ik. Wel gewoon, ja. Als ik kijk naar je hele woningregelgedoe, dat. Oh. De burgers die hard werken, die bijna 6 dagen in de week werken. En dan hebben ze nog niet het geld om dan te kunnen kopen. Dan hebben ze zo'n huurwoning, zo'n kutboot. We hebben allemaal gootjes die aan de drugs en aan de drank en overal, waar niet wel wegkomen. Dus jongens, alsjeblieft kijk je hiernaar. Zit je nog op school? Ga er goed mee om, jongens. Ga als een tierenleer goed leren. Maak je huiswerk. Ik wil later alles worden. Ik kan beter iets te lang op school zitten dan er voor je 18e van afgetrapt te zijn. En haal er gewoon echt haldig alles uit. Want ik ben natuurlijk verhinderd door mijn leesperking. Dus ik was 18 en kon net zo goed beter gaan stoppen. Dat hebben we toen ook maar gedaan. Maar zelfs was het voor mij beter om misschien op school te blijven. Om naar een andere school te gaan kijken. In plaats van toen bij praktijkschool Emmen was toen, is nou pro Emmen. Dus ja. Zodoende. Nou, ik ga nog lekker slapen. Ik heb echt flutdag gehad. We zijn naar de bank toe geweest vanmiddag. Mama en ik, dus dat hebben we geregeld. Gewoon een filmpje in elkaar gezet, een filmpje online gezet. Ik heb snet gegeten vandaag, midden in het zomer, maar het was ook snet weer, want het regende. Dus mocht ook. Ik
Ja, dat ik net alleen ging het regenen. Dus ja. En de knusselvlogs komen er ook wel weer aan, jongens. Ik had vrijdag weer een gedachte om dat, of zaterdag weer een gedachte om dat te gaan doen. Ik moet weer een beetje in een goed ritme komen. Ik ben de laatste tijd behoorlijk chagrijnig. Dat moet ik een beetje gaan varen. Snap je? Moet ik een beetje schippen? Mag ik over? Ja, nee. Heb ik dan mijn kracht verloren? Ja. Zoiets was het toch? Nou, bij deze dan. Snuit ik de vlog af.